De strijd tussen patriotten en aanhangers van de Prins van Oranje kwam in 1787 tot een hoogtepunt. In Zeeland leidde dat vooral tot oproer in de steden. In Middelburg werd zelfs een groot aantal huizen van patriotten geplunderd. We staan hier echt op een historische plek, want het pand hier voor me, de Milde Maarten, dat is er bijna nog net zo als in 1787. Het pand ernaast, een doopsgezinde kerk uit 1889, daar stond het huis van dokter Lucas van Stevenink. Dat was een patriot en zijn huis is helemaal verwoest door het oranje gepeupel op 30 juni 1787. Het ging om dit pand. Aan het eind van de 18e eeuw was Nederland simpel gezegd verdeeld in twee kampen. Of je was voor het erfelijk stadhouderschap en dus voor Willem V, een prins van Oranje. Dan was je een orangist. Of je was tegen de stadhouder en voor politieke hervormingen. Dan noemde je jezelf een patriot. Maar wat vooral interessant is dat het gaat om zich emanciperende middengroepen. Dus mensen die net onder die toplaag zaten. Advocaten, artsen, dat soort mensen die niet in de stedelijke regering zaten, maar die wel invloed wilden hebben. En die eigenlijk bezig waren met een soort democratiseringsstelsel naar voorbeeld van elders. Amerika was een voorbeeld, Frankrijk was een inspiratiebron. En die patriotten die wilden dus eigenlijk ook een stukje macht. In 1786 probeerden patriotten de macht over te nemen in stadsbesturen in Gelderland en Utrecht. En ontnamen de Staten van Holland, de stadhouder, het gezag over zijn eigen leger. Willem en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen vluchtten uit Den Haag en trokken vervolgens het land in om steun te verwerven. In juni 1786 deed het prinselijk paar Zeeland aan. Ja, en ze worden hier met gejuich ontvangen, want Zeeland was natuurlijk toch overwegend een oranjegezinde provincie. En uiteraard gingen ze naar de hoofdstad en ze werden hier met veel egaars ontvangen op het stadhuis waar we nu voor staan. En van hieruit, van Middelburg uit, hebben ze alle delen van de provincie bezocht. Ze waren hier wel anderhalve maand, een kleine twee maanden. Ze gingen naar de Westkappelse Zeedijk, ze gingen naar Koudekerken, Oostkapelle, overal vandaan. Overal naartoe gingen ze eigenlijk om populariteit te verwerven, want daar ging het om. Prinses Wilhelmina was iets strijdlustiger dan haar man en besloot een jaar later, in juni 1787, naar Den Haag terug te keren om te kijken of ze verdere escalatie kon voorkomen en haar echtgenoot kon laten terugkeren naar deze stad. Maar bij Goejan Verwellersluis werd ze tegengehouden door fanatieke patriotten. Daarop ontstaken de orangisten in heel Nederland in woede. In Middelburg zorgde dit nieuws voor razernij. Dagenlang werden hier de huizen van welgestelde patriotten bestormd en geplunderd. Waar nu de kerk staat, stond het huis van de patriotse dokter van Stevenink. En dat is echt met de grond gelijk gemaakt. Hoe deden ze dat? Nou, daar gebruikten ze zelfs kanonnen voor. Een paar kleine, lichte kanonnetjes. Maar hier, op de plek waar ik nu sta, stond de zogenaamde zesponder. Een zwaar kanon van een oorlogsfregat. En daar is in dit boekje, een boekje uit 1796 van meneer van Kouwenberg, het een en ander over te lezen. Het bombardement begon 's avonds om 22:00 met de grootste hevigheid. Schietende opgemelde artilleristen, dus de mensen die met het kanon schoten, met hun assistenten met schroot, kogels, stenen, glas en alles wat ze maar te pakken konden krijgen. Het kanoneren duurde tot in den middernacht met een zo grote hevigheid alsof men een stad bombardeerde. Nou ja, en dan wil zo'n huis natuurlijk wel kapot. Het oproer in Middelburg duurde enkele dagen. 19 huizen werden uiteindelijk geplunderd. Behalve in Middelburg was het in mindere mate ook raak in Vlissingen, Veren en Zierikzee en op het platteland van Schouwen-Duiveland. Sommige plaatsen duurden het vrij kort, maar in Middelburg maar liefst 4 dagen lang. De stad was in rep en roer, er vielen doden en gewonden. En dat huis van Stevenink, dat was natuurlijk erg, tot de grond toe geplunderd. Maar op de dag erna, 1 juli 1787, liepen de zaken nog veel meer uit de klauw. Want een woedende menigte liep door die stad, stormde door die stad. Die hele menigte die trok hier naar het gebouw achter mij, de Kloveniersdoelen, waar de schutterij van Den Bus zijn wapens bewaarde. Dat werd bestormd, het gebouw werd opengebroken en de geweren werden eruit gehaald. En daarmee ging men dan tekeer. En pas in de loop van de dag erna is de rust weer gekeerd en kon het stadsbestuur eigenlijk de zaak de rust herstellen. En had inderdaad de oranjegezinden gewonnen.
Ondertussen vielen Pruisische troepen onder leiding van de broer van Wilhelmina ons land binnen om de macht van de stadhouder te herstellen. Zij het voor slechts een paar jaar. In 1794 trokken de Franse legers ons land binnen en lieten zij de patriotten de Bataafse Republiek uitroepen. De stadhouder vluchtte naar Engeland. Zijn zoon keerde pas in 1813 terug en werd Willem I, koning der Nederlanden. Zeeland was aan het einde van de 18e eeuw overwegend oranje gezind. In 1787 werden met name in Middelburg veel huizen van hun tegenstanders, de patriotten, geplunderd.